5. Nou, het eerste wat we gaan doen is de grafische rekenmachine gebruiken. Nou, het eerste wat je dan controleert is je mode. Nou, je ziet hier dat je in real, hè, dat zijn reële getallen, moeten we naar a plus bi. Oké? Okay? Vullen we hem in. I tot de macht, vergeet die haakjes niet, min 5. Jammer dat hij het nou in één keer goed doet, hè? Want wat hadden we net met min 7? Dat wil ik toch eventjes uitleggen. Als ik nou second entry doe en ik vul hier die 7 in, dan krijg ik opeens een heel gek antwoord. He, dus ik heb hier, stel dat ik krijg min 3e min 13 plus i. Nou, het ging maar even om dit stukje. Want wat staat daar nou? Er staat min 3 keer 10 tot de macht min 13. Hoe groot is dat? Nou, we weten inmiddels dat is min 3 keer 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 10. Nou, je kunt gewoon aannemen, dit is het getal 0. Dus hier staat gewoon, in ons geval, dit moet een min zijn bij 5, min i. Waarom is die dan bij 7 op een gegeven moment hier plus i? Hoe zit dat? Nou, dan moeten we eventjes gaan rekenen. I tot de macht min 5 is 1 gedeeld door i tot de macht plus 5. Is 1 gedeeld door i tot de macht 4 keer i. Heel goed. Is 1 gedeeld door i kwadraat. Nou, dat moet in het kwadraat keer i. Nou, ik weet ook, i kwadraat is min 1, hè? Dat hebben we afgesproken. Dus hier kan ik invullen, is 1 gedeeld door min 1 in het kwadraat keer i. Nou, is 1 gedeeld door i. Ja, dan ben ik nog niet happy. Want dan heb ik nog steeds die i in de noemer. Nou, dat kun je oplossen door 1 gedeeld door i te vermenigvuldigen met i gedeeld door i. Want ik weet dat i keer i is i kwadraat. En hier staat i gedeeld door min 1. Oftewel, ik krijg hier min i. Zie je dat? Het lastigste stapje is denk ik hier. Als je nou weer zo'n antwoord krijgt, dan denk je, wat moet ik nou? Maar je weet gewoon, als ik een i in de noemer vermenigvuldig met een andere i, krijg ik i kwadraat. En dan mag ik het vervangen door min 1. Nou, lastig is dit stukje. Als je dit in die som ziet, dan moet je eigenlijk realiseren, ja, dat is gewoon 0. Maar het verwart je, hè, want hier rechts zie je ook i tot de macht min 5 doet hij het niet. Hier doet hij het weer wel. Nou, het is gewoon heel verwarrend. Kijk er even doorheen. Denk, oh, dit stukje is 0. Krijg hier plus i. Maar altijd even controleren door die berekening uit te voeren.